Welkom bij Revalidatie Friesland. Ik ben Cornelia en dit filmpje gaat over cerebrale parese. Wat is dat eigenlijk, hoor ik je zeggen. Goeie vraag. Cerebrale parese, ook wel CP genoemd, is een aangeboren beperking die helaas invloed heeft op de rest van je leven. CP veroorzaakt verschillende beperkingen. In alle gevallen is er voor of tijdens je geboorte iets stuk gegaan in je hersenen, waardoor bepaalde spieren niet goed worden aangestuurd. Helaas is dit niet te repareren. Maar er zijn wel manieren om er zo goed mogelijk mee om te gaan. CP maakt je soms wat onhandig en kan frustrerend zijn. Welke beperking je hebt, hangt af van welk gebied in de hersenen beschadigd is. Voor sommige kinderen met CP is het lastig om bijvoorbeeld de benen of armen goed te bewegen. Bij een ander is bijvoorbeeld schrijven lastig. Ook zien, horen, ruiken of praten gaat soms moeilijker of gewoon niet zo goed. Andere mensen met CP hebben een verstandelijke beperking of regelmatig pijn. Meestal hebben kinderen met CP een combinatie van meerdere beperkingen. Dat is niet leuk. Maar bij Revalidatie Friesland kunnen ze jou en je gezin goed helpen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Zij gaan je helpen om zoveel mogelijk dingen toch wel gewoon zelf te kunnen.